Welkom bij de courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in de Tour de France. Jumbo-Visma had grootse plannen met de vijfde rit van deze Tour, de kasseirit tussen Lille en Arenberg. Maar na hun demonstratie een dag eerder, werd het een dag die we allemaal kennen. We hebben al een paar hele mooie dagen gehad in de Tour en vandaag was het gewoon lekker fit. Ja, het was een real shit day for us. Dat we een lekkere kutdag hebben gehad. Ja, just shit day. Met nog 98 kilometer te gaan, toen het peloton nog geen kassei onder de wielen had gevoeld, begon de baaldag van Jumbo-Visma. Na een plaspauze kwam Wout van Aert vrij hard een val toen hij inreed op ploegmakker Steven Kruiswijk. Wout, hopelijk hield je daar geen fysieke schade aan over. Thank you. I think I'm feeling okay physically. I think especially mentally after my crash was difficult to fight for the position again and throw myself back in the mix to fight for the position. I think that was more of the struggle. And in the end, when we had even more bit luck with the team and we had to chase hard, I felt some good legs again. So I hope physically will be not too bad. Van Aert en Kruiswijk zetten samen de achtervolging in op het peloton, maar bijna liep het helemaal mis toen Van Aert net niet inreed op de ploegwagen van Team DSM. Een vreemd beeld, want Van Aert geldt als een van de beste piloten van het peloton, die zich met zijn focus en behendigheid meestal uit de problemen weet te houden. Ja, ik denk dat ik still a bit confused after the first crash. There I just took the brakes a bit too late. They braked really hard in front of me and I couldn't avoid riding into the bike of my teammate Steven Kruiswijk actually. That was a shame, but then I was a bit not dizzy, but really a bit overwhelmed of what happened. And I was in the moment talking with Stevie what to do to move up, and apparently the car of DSM was braking in front of me, and was quite scary, to say. I think it was only centimeters away of big damage. Samen met Christophe Laporte verrichtte Van Aert berenwerk om de schade voor Jonas Vingegaard op een onketende Pogacar en Jasper Stuyven te beperken. Met succes, want Vingegaard verloor uiteindelijk slechts 15 seconden, terwijl zijn achterstand op Pogacar op een bepaald moment 50 seconden en meer bedroeg. Maar tegelijk redde Van Aert ook zijn eigen gele trui. Hij houdt in het algemeen klassement nog 13 seconden over op Nelson Paulus. Wist Van Aert dat hij ook streed en reed voor zijn gele trui? No, I didn't know. I was saving my yellow jersey, and that was definitely also not the goal of chasing. In the middle of the stage, I thought for sure that I would lose the jersey in the end, because I didn't. I was just not in a position in the bunch to ride with the best, and I was even behind a small gap already at the moment when Jonas had the mechanical. For me, it was an easy decision to fully commit to the teamwork, and we needed everybody of us to minimize the damage. In the end of the race, we had always the distance with the group of Pogacar, but it was for us not clear that there were even more guys in front of us. So we didn't really have a clear overview of the race situation, but we just. Especially me and Christophe, who stayed with Jonas, chased as hard as we could to minimize the damage. Op iets meer dan 36 kilometer van de streep, rond Kassei-sector 6, kwam Jonas Vingegaard in botsing met een renner. Zijn ketting ging eraf en Van Hooijdonk stopte om die er weer op te leggen. Maar Vingegaard panikeerde, pakte de veel te grote fiets van Van Hooijdonk en reed door. Een beslissing in the heat of the moment die hij zich achteraf beklaagde. Yeah, I mean, I bumped into another. Oh, we bumped into each other, and then I think he hit my front shifter, and something happened, and then I lost the chain, and it got stuck. So then you wanted to change bikes? Yeah. Looking back, I should just have stopped and pulled the chain out. But were you panicking? Yeah, maybe I was a bit panicking. It was a bit stressful all day, and
yeah, looking back, I should have done it different, but that's how it is and I cannot change it now. De fiets van Van Hooijdonk was veel te groot voor Vingegaal. Hij stopte nog eens om de fiets van Kruiswijk te nemen, maar ook die zat niet lekker. Beeld je dit goed in. Op dat moment is Van Hooijdonk op de fiets van Vingegaal aan het rijden, Kruiswijk op de fiets van Van Hooijdonk en Vingegaal op de fiets van Kruiswijk. Volgt u nog? Nee? Het was ook totale chaos. Het beeld van de stoppende volgwagen van Jumbo-Visma met vier panikerende renners rond vat alles samen. En dan, zo'n 5 kilometer verder voor sector 5, liet het noodlot zijn duivels helemaal los op Jumbo-Visma. Primoz Roglic kwam samen met Caleb Ewan ten val door een strobaal op de weg. Roglic zou het zwaarste slachtoffer van de Nederlandse ploeg worden. Hij verloor liefst 2 minuten en 8 seconden op Pogacar. Van Aert en Co. hadden aanvankelijk niet door dat Roglic gevallen was. Roglic moest zelfs even gaan zitten op een stoeltje van een toeschouwer om zijn ontwrichte schouder in de kom te duwen. Stel je voor. Het is een heuvel dat hij al eerder heeft voorgehad, dus hij kent de techniek om zichzelf te behelpen. Toen hij weer op weg was, liet Jumbo-Visma Van Hooijdonk en Kruiswijk uitzakken om een tweede kopman voor het klassement bij te staan. Roglic kwam met rood doorlopen ogen van het stof en een gehavend lijf zijn verhaal doen. I had some damage on my body. I dislocated my shoulder luckily still here. Yeah, because what happened at the crash? I didn't saw really good, but I think one motor touched the protection and then it slid into the middle of the road and we crashed. You were involved in the crash together with some other cyclists? Yeah. And then you dislocated your shoulder. Did you have to put it in place yourself again or how did it work? Yeah, exactly. How did you do that? I couldn't put it immediately back in on the road. So I needed to sit there on the chair of the spectator and I do have a technique to pull like this down and try to put it back in. Do you feel like you've lost the Tour de France? I'm not so far with the mind or the questions, but most of all try to recover. Waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars. Tadej Pogacar voelde zich kiplekker op de kasseien en de pech bij Jumbo-Visma was voor hem het signaal om het gas volledig open te draaien. Hij kon aanpikken bij Jasper Stuyven, zegt hij zelf, die een poging deed om de vluchters te pakken. Pogacar was Stuyven dankbaar, want de Leuvenaar ramde als een gek op zijn pedalen en Pogacar kon hem maar net volgen. Uiteindelijk kwamen ze als 6e en 7e binnen, 15 seconden voor Vingegaal, Geraint Thomas, Vlasov en Co. en 2 minuten en 8 seconden voor Roglic. Pogacar had er vooraf voor getekend om geen tijd te verliezen op de Jumbo's, maar uiteindelijk boekte hij zelfs nog wat winst. In het algemeen klassement volgt Vingegaal nu op 21 seconden. I was lucky nothing happened. My team supported me well today before the sectors. Then it was just going with the flow. And when Steven attacked, I tried to follow, but it was a little bit... Yeah, he was so strong. I was barely following and I was just happy that I come with him to the finish line. Today was all in all just to survive, not to lose any time. And in the end, I even gained a little bit, but not too much. But I think today should be a good day for us. En zeggen dat Jumbo-Visma een plan had om Pogacar aan te vallen in deze kasseirit. Zouden dat doen op sector 5? Uitgerekend in de aanloop daarnaartoe sloeg het noodlot toe voor Vingegaal en Roglic. Ploegleider Christian Nierman doet zijn plannen te doeken dat uiteindelijk in de prullenmand belandde. Ja, om aan te vallen in de finale vanaf de sector waar Primoz net daarvoor valt en Jonas net daarvoor van fiets wisselt. Dus op dat moment was die plan gewoon in de prullenbak. O ja, en we zouden bijna vergeten. De rit werd gewonnen door de Australier Simon Clark. De eerste ritwinst in de Tour van Israël Premier Tech. Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korewitz werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 Tour de France's op zijn palmarès. Hij legt ons uit hoe de Tour vandaag in Binche terecht is gekomen. Ja, vandaag zijn we in Binche, Hainaute stad. De thuismatch voor Jean-François Bourlard. Dat is eigenlijk de Waalse Patrick Lefebvre van het, de Worldtourploeg Intermarché Wanty-Gobert Materiaux. Puur Hainaute ploeg. En de zetel van Wanty zelf is in Binche. Waarom zijn ze opnieuw op Binche uitgekomen en niet op een andere Waalse stad?
Bijvoorbeeld Doornik, de vijf torensteden, was kandidaat dit jaar. Maar dat ging gewoon niet, omdat ze naar Longwy moesten. En van Bainse naar Longwy, alleen al in de Meurthe et Moselle, is al 220 kilometer ver. Dus was het probleem, indien ze van Doornik vertrokken, dat ze eigenlijk een voorhistorische afstand gingen moeten afleggen om die etappe te laten eindigen in Longwy. De etappe Bains-Longwy wordt ook een beetje het afscheid, het adieu van Philippe Gilbert in de Tour de France. Enerzijds start in Wallonië in Bains en anderzijds rijdt het parcours onder de landsgrens door, ergens ver in zijn achtertuin naar Longwy. Dus op de weg zullen we veel zien. Het wordt een veel rouge. Het is een verraderlijke etappe. Het is eigenlijk een etappe die op het lijf geschreven was van twee mensen die er niet zijn. Zijnde Julien Alaphilippe, puntje aankomst en zijnde Greg Van Avermaat. Jawel, Greg Van Avermaat had er graag een revanche genomen, maar ik kan dat dus niet. Ziezo, we zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de Tour de France. Bedankt om opnieuw bij ons te zijn en heel graag tot morgen. Dan zijn we er opnieuw vanaf 7 uur 's ochtends. Geniet van de Tour in België. Capable de réaliser.